zijn hier op de pleinen van de Evangelische Broedergemeente. Hier is eigenlijk ondernemend Zeist gestart. Hier hebben de eerste ondernemers zich eigenlijk gevestigd. En daaromheen is zeg maar Zeist gebouwd. Dus je had het slot. En toen hier de Evangelische Broedergemeente. Dus ik vind dit altijd een bijzondere plek als je het hebt over mijn werk. Het allerleukste van mijn werk vind ik de contacten met ondernemers. Eigenlijk de gesprekken, bezoeken brengen aan ondernemers en horen wat hen bezighoudt. En vooral als ze over hun bedrijf vertellen, dat is echt het allerleukste. Ondernemers zijn hartstikke belangrijk voor een gemeente. En ze zorgen voor de voorzieningen, een levendig centrum, maar ook voor werkgelegenheid. Waar zouden we zijn zonder ondernemers? Ik wil gewoon graag meer doen, meer contact. En toen kwam er een functie vrij op het ondernemersplein als accountmanager bedrijven bij het ondernemersplein. En dat ben ik gaan doen en ik ben hartstikke blij om dat ik die stap heb gezet. En ik vind het fijn dat de gemeente dat ook ondersteunt, dat je iets anders kunt gaan doen. En sowieso dat je binnen een gemeente zoveel verschillende functies hebt, dat er altijd wel iets voor je is.